Yo, wat up mensen, mijn naam is Dylan, ofwel Rotjoche, welkom, of mijn naam is Dylan, ofwel Rotjoche, ja, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En ik ben hier samen, ik was even mijn intro kwijt, en ik ben hier samen met Bas, hallo Bas. Hi. Hi Bas. Bas, voor deze video heet hij Jort-2, want zijn account heeft hij verkocht, volgens mij was het. Ja, yeah, account verkocht, andere account overgenomen, en ik kwam erachter dat die geband was. Dus voor nu heet hij Jort, in ieder geval dus Bas. Bas, heb jij een YouTube kanaal? Nope. Oké, okay, nou hij heeft wel Twitter. Volg me op Twitter. Ik zet hem in de beschrijving. Hey, in ieder geval, ik heb dus weer iemand bij me die heel veel van Factions af weet. Geloof ik. Yes. Ja, dat zei je tenminste. Daarom ben je hier. In ieder geval dus dat. Hij weet dus heel veel Factions af. En vandaag gaan we met hem gaan een beetje aan de bak. Want de server is gereset. En we moeten dus alweer opnieuw. Ik zit bij episode nummer 6, volgens mij is dit. En ik heb 3 episodes waar ik gewoon opnieuw al begonnen. Jezus. Ja, het is een beetje kloten, maar goed, we moeten gewoon weer opnieuw. Goed, ik had laatst een home gevonden. Ik heb deze server al een klein beetje gecheckt. Dus ik ga naar home en tip ik jou naartoe. En dan gaan we gewoon een beetje minen. Dit keer hoef ik niet te rennen, want slash wilderness is toegevoegd aan deze server. Dus ja. Dat is super chill. Even chat. Zo. Hoi. Je mag me. Oké. Heb jij het accepteren? Accept. Oké, gelukkig. Wel de goede accepteren. Niet ja, niet de verkeerde. Nee. Ja. Niet dat er een keer rennen iemand voor je neus staat. Precies. Nou, in ieder geval, in de vorige video heb ik gezegd, waar ben je? Oh, daar ben je. In ieder geval, in de vorige video had ik toen gezegd van, nou, ik wil proberen met zoveel mogelijk mensen voor jullie te allyen. En blijkbaar mag je maar 8 allies hebben, volgens mij was het, of 4 maar zelfs, heel weinig. Dus dat is kloten. En toen kwam ik ineens op het geniale idee. Wat Bas misschien jij wil leggen? Wat was het geniale idee, Bas? Wat zei ik ook weer? Een faction voor kijkers. Ja, dat hij dan wordt gehost door iemand. En dat dan een ally wordt. En dat iedereen erin komt. Ja, dat was het dus inderdaad. Ik wilde dus inderdaad een faction laten hosten door een van mijn kijkers. Of misschien Raf of zo. Maar niet uit wie. Iemand in ieder geval die ik ken. Misschien wel Guillermo die vorige keer meedeed. Wel ultra hardcore. Dus als ik hem spreek zo. Misschien kan ik het hem vragen. Dan zit hij niet meer in mijn. Dat is een klote. Dan zit hij niet meer in mijn faction. Dus dat is wel kut. Wat ik in jou invite aan mijn faction. Laten we daarmee beginnen. Slash F. Ja, dat zou invite. Jord. Laatste 2. Ik heb geen invite. Dat is oké. Okay. Druk op F3. Nee, ik ga niet op F3 drukken, Dodo. Want dan gaat iedereen weten waar ik zit. In ieder geval, wat ik dat was doen, dus iemand anders een faction host. Oh, het is echt een klote mine. Dus we kunnen beter weer een boog gaan. Ja, ik ben even het hout aan het hakken voor spulletjes. Pickaxe of zo. Ja, nee, het is helemaal niks. Dus ik ga hier weer uit. Oké. Okay. Echt, het is heel groot grot, een heel groot gat. En er zit er gewoon geen moer beneden. Oh, wacht, we kunnen aan de overkant hier. Hey. Nou, in ieder geval, dus wat ik wil doen, is iemand dus het host. En dan kan hij dus ally maken, een faction maken. En die alle kijkers moeten dan hem of hij of zij benaderen. Misschien is het wel zij wie ik het wil laten doen. Haar benaderen of hem benaderen. Dat die iedereen in een faction gooit, alle kijkers. En zo kunnen we met z'n allen een hele grote faction vormen. Maar inderdaad is het niet dat jullie mijn faction krijgen, in mijn faction komen. Want ja, sorry, niet iedereen is gewoon te vertrouwen. En dat is gewoon helaas jammer. Weet je, mensen reageren nog steeds. Ja, ik ben te vertrouwen. Ja, dat weet ik niet. Weet je, ik zou ook zeggen ik ben te vertrouwen, terwijl ik helemaal niet te vertrouwen ben. Ja. Sorry hoor, ik bedoel. Het is zo. Dat ben ik nou eenmaal, weet je. Het is gewoon zo. Nou, goed. We gaan lekker minen. Ja. Yeah. En minen. En ja, dat is altijd de eerste episode van weer een nieuwe server. Maar we spelen nog steeds op pvp.argon.net. Ik heb hier YouTube rank aangevraagd. Want ik had wel de kwalificaties. Dan moest je minimaal 15.000 subs hebben. En je moest 1500 views hebben per video gemiddeld. Op, zeg maar, de factions. Dus dan krijg ik fly mode en dat soort dingen. Voor de opnames. Dus dan kan je heel makkelijk raiden. Hey, oh, nice. Dat is wel awesome. Maar ik heb het nog niet binnen. Maar ja, goed. Misschien krijg ik het ook niet. Maar ik denk het wel. Ik hoop het tenminste. Het zal wel heel erg chill zijn, natuurlijk. Ik heb het gisteren aangevraagd. Dus ik kom er wel achter vanzelf. Dus ik zie het allemaal wel. Oké. Okay. In ieder geval, ik zat nog steeds niet. Hoe werken nou die XP-systemen? Weet je wel? Als je zeg maar acrobaten dingen levelt, krijg je op een gegeven moment helemaal geen damage meer of zo, toch? Als je valt. Nee, je hebt MCMMO. Even kijken, wat was het comment ook ervoor? Nou, in ieder geval heb je allemaal stats. Dan kan je mine trainen, boog trainen, zwaard trainen. En dan krijg je allemaal power-ups, zeg maar. Bijvoorbeeld met zwaard, dan bleed je enemy. Dus dan krijg je voor zoveel seconden krijg je een, hoe heet dat? Een ignite, een. Ja, ik dacht dat je doet. Damage over time, ja. Ja. Met acrobatic, dan val je en dan krijg je geen damage. Als je 5 keer valt met damage, dan heb je de 6e keer geen damage bijvoorbeeld.
Oh ja, ik snap hem, ja. En met boog krijg je, nou ja, ook zoiets. Volgens mij krijg je dan extra power en een punch of zo erbij. Oké, okay, dus je krijgt wel echt hoe vaker je het doet, hoe meer levels je krijgt, hoe sterker je wordt eigenlijk. Hoe simpel is het, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, klopt. Okay. Ik zou eens even dat... Oké, awesome. Ja, ik ben nog steeds een beetje aan het leren van Factions. Ik word steeds beter. Ik zie ook heel veel kijken naar mijn tips geven in mijn chat. Dat vind ik hartstikke leuk, in mijn reacties. Dus vooral blijven doen, want nogmaals, ik weet er niet zo heel erg veel van. Dat is wel awesome. En stop dus in ieder geval met vragen, mag ik in je Faction? Wat je kunt doen is inderdaad zorgen. Ik ga er inderdaad voor zorgen, gewoon de volgende episode, dat is de donderdag, wordt dus duidelijk gemaakt. Van die nieuwe Faction wordt die ook gemaakt in die episode door degene die het aan de leider gaat worden. En dan moet je diegene, moet je dan gewoon aanspreken in de game of... Even jouw dingen achterlaten en met z'n allen in die faction gaan, want... Of ik maak het goed. Ja, dat gaan we gewoon doen. Dat komt allemaal wel goed. Dan hebben we tenminste twee factions en dan... kunnen jullie niet zomaar mijn base raiden. Dat is niet zomaar. En dan kun je toch wel met me praten in de chat, want hier hebben we wel een chat. Hoe is de leef? Hier hebben we een chat waar alle dingen in zitten, alle allies. Dus ik kan met jullie allemaal tegelijkertijd praten. En dan hebben we tenminste ook nog een hele grote... Ja, een grote faction als we oorlog hebben, weet je wel. Als we geraid worden. Dus dat is altijd wel nice. Of niet? Ja. Even kijken. Handig. Waar speelde jij eerst dan? Welke server speelde jij? Jeetje mina. Gangster PvP. Heel lang geleden. Gangster die... PvP. Ja, dat was nog in mijn crack Minecraft tijd. Crack Minecraft, ja. Ja. En, hoe heet die server? Cosmic PvP? Nee, Timeless. Timeless PvP. Ja, ik was aan het twijfelen tussen deze en ik had nog een andere server. Ik weet niet hoe die heet, dat is wel een bekende. Zie je zo'n soort dinosaurus oog, zie je, zeg maar. Ah, oké. Okay. Dat is ook een hele bekende. Ik kijk erachter gelaten een paar keer van, ja, deze moet je doen, deze moet je doen. Maar helaas is dit hem geworden. Maar dat is pvp.argen.net. Het is de faction, zeg maar, de server groen. Je hebt paars, rood, groen, blauw en oranje, volgens mij heb je. En wit zelfs, dat is echt superveel. Maar ik speel op groen. En dus ja, als je met mij wilt spelen, moet je maar ook op groen gaan. En anders kan dat dus niet. Hoef je niet achter te laten van, ja, ik speel op rood. Deel, kom naar rood. Nee, ik speel op groen. Kom jij maar lekker naar groen. Dat simpel is het. Heel veel mensen hebben dat altijd, dus pof. Dit is met de poffe burgemeester van de prison. Thanks. Maar ik ben de directeur, niet de burgemeester. Druk op F3. Nee, ik ga niet op F3 drukken, dodo. Op rotten. Schijt, jong. Misschien wel de tering, maar jij steeds natuurlijk. Jij bent Jor. Domme. Jij heet Jor. Jor. Dus yes. Dope. Ze dus kijken allemaal mijn serie, dat is hartstikke leuk. Nou, in ieder geval, ik heb nog een paar mensen geallied. En dat wil ik dus ook wat jullie allemaal gaan doen. Dus inderdaad één grote andere faction. Dat iedereen gewoon met z'n allen kunnen chillen, kunnen praten. Leuke tijd hebben. En deze mine is echt fucking kut, want er is echt helemaal niks. Ja, inderdaad. Er is helemaal niks hier. Doen we een andere zoeken? Ja, ja. Doen we, als je in de spawn gaat, kan je slash wilderness doen. Dus mag ik een keer met je in je video? Ik heb nog geen plek. Ik heb nog geen plek. En voor mij mag je best een keer. Het is ook leuk, is inderdaad in de video. Als je me gewoon vragen stelt, zal ik ze ook beantwoorden. Dus als jij vragen bij gesteld in de serie. Terwijl je in die vechtje zit, ga ik gewoon beantwoorden. En dan kan je het hier bekijken natuurlijk in de video daarna. Hartstikke awesome. Want ik ben niet de moeilijkste om te reageren op vragen. Ik weet het, soms vind ik het heel irritant. Als mensen me messagen, vind ik het heel irritant. Maar daarom wil ik dus die faction hebben, dan loopt het zeg maar niet in de weg, weet je? Ja. Dus dat is, ik ga even naar spawn. Dan ga ik even kijken hoe ik dan verder ga. Ja, het is wel verkloten dit, maar er is ook niet zo'n korte shop. Dat je inderdaad ook een soort van, wat is nou de beste manier om geld te maken? Dat ga ik jou vragen. De beste manier om geld te maken voor je dingen, voor je... Hebben ze dat hier in, ben jij toevallig bij de shop nu? Ik sta niet bij de shop, nee. Niet. In de shop hebben ze meestal Iron Golem spawnen. Wacht even, slash shop werkt niet. Oh, workshop misschien? Hè? Slash shop werkt niet? Nou, goed. Nou, in ieder geval, dan hebben ze een Iron Golem spawner en dan moet je een Iron Golem spawner maken. En dan dat ze spawnen en dan daaronder lava en water en dan heb je oneindig iron. Oh, wow. Okay. En dat moet je dan weer verkopen in de shop. Ik snap en daar kan je echt heel veel Maar een Iron Golem spawner is toch super duur om te maken uiteindelijk. Dus moet je eerst even een cactus farm of zo hebben. Ja, er zijn verschillende manieren. Gewoon foto werkt, minen werkt.
ligt er echt aan wat je leuk vindt om te doen op Minecraft. Ja, niet mine. Ik vind mine echt zo kut. We doen het echt altijd. Het is echt altijd hetzelfde. Een soort standaard kut ding. Ah, ik ben op Twitch de Spaceman. Oké, hallo de Twitchman. Je kan bij ons wel worden. Nee, ik ga het natuurlijk niet doen. Ik ga niet bij mensen kunnen wonen. Dat is de bedoeling van de serie niet. Heel veel mensen zeggen hele leuke ideeën. Snap ik ook wel. Het is ook heel goed om voor mijn serie bijvoorbeeld een paar dingen te doen. En als jullie me allemaal spullen geven, is natuurlijk leuk. Maar voor de serie is dat niet leuk. Ik bedoel... Zo, ja, jongens, welkom bij episode 1. Ik heb full diamond. Alles is al geenchant. En ja, daar gaan we. Ja, dat is niet de bedoeling. Nou, voor nu zijn wij eventjes apart aan het minen. Want zo ga je natuurlijk wel het snelst kunnen minen. Yep. Dus dat is wel even slim. En ik ben op deze... Ja, gast, ik zie overal van die gaten in de grond. Ja. Waar zeg maar... waar je zou kunnen minen. En elke keer is het zeg maar een doodlopend stukje. Ja, ze zijn er al geweest. Heb jij een slash wilderness gedaan? Ja, ik zit nu in zo'n mine, maar... Die is al helemaal geduld. Er staan overal torchen, dus daar heb ik ook weer niks aan. Zuur. Ja, je wordt wel gedropt zeg maar, waar geen... Hoe heet het zit? Geen... Geen faction, maar ze kunnen natuurlijk wel kunnen mensen zonder faction daar zijn, zeg maar. Ja, klopt. Hoppa. Hoppa. Zo, dan gaan we weer door. Hey, ik hoor schapen. Hey, mijn schapenkillen hebben niks aan, toch? Ik krijg geen vlees van. Jawel. Volgens mij krijg je daar vlees van. Nee, ze droppen geen shawarma, toch? Jawel. Nee, man. Volgens mij is dat nieuw gekomen in 1 zoveel. Nee, helaas. Ze droppen niks. Nee. Wow, ik ben echt aan het lopen nu, jongen, of zo. Allemaal vet hoge bomen, jongen, hè? Nou, vet hoog, het valt wel mee. Het zijn helemaal heel dik, helemaal dikke bomen op elkaar, man. Dat is echt sick. F-map. Oké, okay, ze hebben niemand. Ja, ik ben op beeld, ik wil echt een keer de eerste raid gaan doen, weet je. Lijkt me echt heel leuk, want ik heb nog nooit iets geraid. Ik heb zo niet precies hoe het werkt. Dat is zo'n TNT-kanon. Ik heb wel iemand die weet hoe dat gemaakt moet worden. Dus dat is ook heel chill. Dat is ultra hardcore. Er zijn zoveel mogelijkheden voor raiden. Ja, ik heb er zin in, maar dan moet ik wel even knallen, weet je. Want nu moet ik echt... Elke app heb ik nu toe even een beetje spullen aan het verzamelen. Dat is wel oké, dat moet gebeuren. Maar het is wel, ja, dan een beetje saai om het de hele tijd te blijven doen. Dus ik moet binnenkort even tempo erin gooien. Ben je aan het opnemen voor YouTube? Kijk, jongens, dit bedoel ik nou. Daarom moet ik dus een faction vormen en niet dat mensen me messagen. Zoals, ik weet niet, kijk, wie is de Game 2003 nu mijn video. Je hebt nu al 7 keer achter elkaar iets tegen mij gezegd zonder mijn reactie. Snap je, dat betekent dat gewoon. Ik zie het wel, ik lees het ook wel. Maar dan is het gewoon een vraag of zo van, hey, ik ben Mr. Spaceman op Twitch. Ja, oké, leuk, weet je. Je bent... en nu weet je, wat moet ik ermee doen? Ja, leuk dat je kijkt, maar... Snap je? Als je me iets vraagt, ga ik altijd antwoorden. Dat is geen probleem. Maar ga niet altijd zeggen van, ik ben Boppie, ik ben een fan. Hi. Daar kan ik gewoon niks mee. Ik vind het heel aardig, heel leuk. Ik vind het echt dope dat je mijn fan bent, maar... Ik kan er vrij weinig mee. Vooral niet in de opname, dan moet ik weer stoppen, dan moet ik weer typen en... De opname zie je dat natuurlijk weer. Hé, ik heb pompoen gevonden. Pompoen? Pompoen kun je er gewoon een farm van maken. Ja. Yep. Dus dat... En dan kan ik weer verkopen. Dus op. Klopt. Is er een reset geweest? Ja. Even kijken, zo. Ik ben echt bij niks aan het lopen. Ik loop echt helemaal naar niks. Ik ben echt helemaal naar niks weer zoals gewoonlijk in deze serie. Echt. Het is gewoon eigenlijk gewoon survival all over again. En het is gewoon even op zoek gaan naar een plekje. Het is gewoon lastig. Ja, klopt. Tatatatan. Ben jij echt Dylan? Nee. Nee. Gewoon nee, weet je. En dan zegt hij, haha. Tuurlijk weet je dat ik het ben. Er is nog maar één rotjochie. Je kan toch niet mijn naam hebben? Dat kan toch niet? Come on, weet je. Sorry. Zet die hersenen aan. Oké, ik ben nu echt in de woestijn ga ik rennen. Want ik wil een beetje het parcours in de woestijn. Of cactus kan ik ook gewoon... pakken. Ja, kakkersfarm. Yep. Oké. Does the shop work? Ah, wacht, werkt de shop? Dat is oké. Ik ga vragen aan mijn allies natuurlijk. Bij F spatie CK praten, werkt de shop. Comment daarvan. Kijk eens, daarom vind ik het heel chill om met allies te hebben. Dan kan ik gewoon vragen, oh, hoe werkt het? Ja. Hoppa. Ik ga gewoon allemaal cactus pakken. Jij bent aan het minen, toch? Yep. Als jij gaat minen? Ik heb 21 iron. Het gaat niet heel lekker, maar dat komt... Ik heb 38 iron. Zo. Ja. Oké, ik ben al steeds hier bezig. Ja, en die andere, dat is Guillermo van vorige episode. Oh, hier is iemand al geweest, ik zie het al. Ultra hardcore, ja. Zeg maar. Guillermo, die heeft toen een stack, die heeft ook een video gedaan over deze nieuwe reset.
die heeft een hele stack diamond gekregen toen van een andere kijker. Dus dat is wel grappig. Wauw. Ze herkenden hem van, oh ja, dat is Dylan's video. Hier, neem een stack diamond. Wat? Nou, vindt hij wel chill natuurlijk. Ja. Dan heeft hij wel wat. Ja, precies. En ook heel veel mensen zeggen, ja, mag ik een keer met je opnemen? En dat soort dingen worden ook heel veel gevraagd. Het is heel lastig, want... het is gewoon... Ja, weet je, het is, ik weet niet hoe je microfoon is, ik weet niet wie je bent, weet je. Het is heel moeilijk om natuurlijk zeg maar, zomaar ineens mee te doen. Kijk, Bas, die volg ik op Twitter, geloof ik ook. Ja, ja, volg ik op Twitter. Yeah. Jij zit op de opnames van Rust, zit je? Yes. En dan weet ik gewoon, oké, hij is oké, hij doet geen rare dingetjes. En dan kan je hem heel snel met me opnemen. Als ik heb volgens mij jou gevraagd van, ja, wil je meedoen? Ja. Weet je, plaats andersom. Oeh, ik wou bijna F3 drukken, maar dat ga ik niet doen. Daar heb ik even geen zin in. Ja, niet dat ik hier ga blijven of zo in de desert, maar... Voel me dat je naam van me. Ik weet het nog wel. Toen een keer op de hele oude server van Altijd Melvin... Toen had hij ook één keer op F3 gedrukt met zijn survival. Toen stond serieus de hele eiland. Hij had toen een eiland, hele eiland stond vol met bordjes, chesten, bomen van mensen. Ja, ja, dat gaat het hard hoor. Ja. En daarom doe ik het ook niet. Gewoon. Het is gewoon niet de bedoeling. Ik snap dat je het heel leuk vindt om er eventjes een bordje te plaatsen en zo, maar weet je... En dan ga je die mine van Melvin minen en dat is gewoon niet fijn. Ook al ga je me niet reden, je gaat wel de shit wegminen. En daar heb ik ook niks aan. Nee, dat doe ik niet. Ja, echt wel. Tuurlijk wel. Als je diamond ziet, laat je het liggen? Nee, natuurlijk niet. Slash warp shop. Oké, ik ga even de shoppen kijken nog eventjes. En dan weet ik een beetje hoe de server er opnieuw uitziet na de reset. Dat is wel chill. Ja. Dat is zeker fijn, ja. Dat is zeker chillus. Thanks, yo. Ziet het zich chill, man. Die gasten helpen ook echt. Oké, shop. Ziet er wel oké uit? Even kijken. De spawner. Er zijn geen plaatjes bij. Dat vind ik wel minder. Die andere server waar ik eerst speelde, zie je... Oh jawel, er zit wel plaatjes bij. Aha. Alleen bij die spawners niet. Oké. Soul Sand. Oké, is wel een beetje onlogisch neergezet, moet ik zeggen. De shop, vind ik. Is die groot, of? Ja, is wel zo groot. Maar, oh nee, kijk. Hier zijn alle hout en stenen die ik kan verkopen. Dus dat is nice. Slash money of zo. Dus ik ga kijken hoeveel money ik heb. Nee. Ik heb 200! Ja, ik ook. Ik heb maar 200, ja iedereen dus. Zo weinig, man. Blaze Rod, Diamonds. Stack of Diamonds is 4800. Steak, Emerald. Ik ga even wat TP accepten. Ik zit toch in de... ik zit toch in de waited. In de shop. Dus kom maar lekker hier naartoe, hoor. Is geen probleem. Oh, jij bent naast me, ik zie je. Ja, ik wil ook even kijken. Ah, ja. Ik zie je. Het zijn de dingen die je moet hebben. Maar belangrijk is in de shop of zo. Oké, ja, cool. Als het goed is... Verkoop ze ook ergens Creeper Eggs. En die heb je nodig voor het reden. Want TNT heb je eigenlijk niks aan. Want als het een beetje een ervaren factiespeler is, dan maakt hij een unraidable base. Oftewel een laag zand, water, obsidian. En dan kan je echt helemaal niks meer met TNT. Je hebt TNT kennen toch dan? Nope, want dan komt het in het zand. Dat houdt al een klap tegen. En dan in het water. Nou, dat houdt ook alweer klap tegen. Oh ja, er was iets of zo waardoor het kon uiteindelijk. Uiteindelijk, als je er goed doorheen boort, je moet gewoon één zwak punt vinden. Die is er altijd wel. Ja. Dan kom je er wel doorheen. Oké, nou dan komen we vanzelf op dat moment wel een keertje achter. Maar goed, voor vandaag houden we het voor gezien. Ik heb een nieuwe server laten zien, mijn nieuwe spullen. Hoe het eruit ziet. De server staat natuurlijk beneden in de beschrijving. De Twitter van Bas, dus als je Bas een vraag wil stellen. Niks meer. Vragen zijn welkom. Dus daar kan je een vraag stellen. Dus in ieder geval, mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Bas, dankjewel voor het meedoen. Yo, geen probleem. Nou, in ieder geval, jongens, geniet nog even van jullie dag. Dankjewel voor het kijken van de video. Laat een blauw duimpje achter omhoog als je hem awesome vond. Kom maar lekker opzoeken op de server pvp. de.teargon.net. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Later dan als tot ziens. En peace. Later.